Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolken boven Nederland, maar ook een paar opklaringen. En dat is meteen ook het weerbeeld voor vandaag. De bewolking overheerst in een groot deel van het land, maar in het westen en zuidwesten valt er amper regen. In de oostelijke helft van het land breekt in de loop van de dag de zon door, maar daar kunnen wel weer enkele buien vallen, ook in het noordoosten. De zwaarste buien vallen vanmiddag langs de oostgrens, daar is ook kans op onweer. In de rest van het land breekt sporadische zon door, maar vooral het westen en zuidwesten houden veel bewolking. Hoogste temperaturen vanmiddag in het oosten en noordoosten, 20-21 graden. Vanavond nog een lokaal buitje, maar ook steeds meer opklaringen en de wind waait dan uit het noorden tot noordoosten. Morgen wisselend bewolkt, enkele bui, de meeste plaatsen houden het toch grotendeels droog, dus de paraplu kun je eventueel thuis laten, het is echt een lokale bui. Temperaturen gaan wat naar beneden, 14 tot 17 graden. Vrijdag en in het weekend steekt er een noordoostenwind op. Die brengt drogere lucht, maar ook koelere lucht. De buien verdwijnen, maar vooral zaterdag is het wel volop zonnig. Temperaturen zaterdag 12 tot 15 graden, zondag ook nog rond 14, daarna wordt het zachter. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.